houd je handen zo. Zo tegen elkaar aan. Stap 2. Je doet je wijsvinger zo onder de draad door. En dat doe je ook met je andere hand. Stap 3. Je laat je handen los en pakt zo de onderste. En ga dan over de bovensteen. En pak de eerste touw die je duimen tegenkomt. Dan laat je pinken los. En trek je aan. Dan ga je alle twee de pinken de bovenste pakken. En onder de onderste door. En dan laat je duim los. Sla je er twee over en pak de derde. Twee overslaan en de derde. En dan pak je hier de touw en doe zo en doe deze boven. En dan pak je ook hetzelfde, hier de touw pakken en doe je zo. Dan zie je hier een driehoekje en daar ga je in en ook bij de andere. En dan draai je handen en dan doe je zo. Stap 1. Je doet je duimen tussen de draad met je pinken erbij. Stap 2. Je doet je wijsvingers achter de draad. Stap 3. Je doet je duimen los en pakt de achterste draad. Stap 4. Je gaat hier overheen en pakt de tweede. Stap 5. Je doet je pinken los en gaat over het eerste draad en over het eerste draad en pak de tweede. Stap 3. Je gaat alle lus van je duimen los. Stap 4. Je gaat over de eerste twee draden en pakt de derde draad. Stap 4. Je hebt hier dit koordje. Doe je over je duim. Dat doe je ook met je andere. Stap 6. Je draait zo je duim. Stap 7. Je doet je wijsvingers in dit kleine driehoekje. Stap 8. Je doet je pinken los en draait zo. En dan heb je hem. Zeg je nog wat? Nee. Oké, mag ik hem nog één keer...